President Chandrika Prasad Santokhi heeft tijdens een ontmoeting met het Bureau voor het Landelijk Woningbouwprogramma zijn zorgpunten geuit over de woningbouwprojecten te Reeberg, Para en Lelydorp. Het staatshoofd benadrukte dat het cruciaal is om alert te zijn op mogelijke valkuilen bij deze projecten. Er is ook gesproken over hoe er tegemoet gekomen kan worden aan de behoeften van personen die niet in aanmerking komen voor de 7% lening. Een mogelijke oplossing is om in overleg te treden met de banken en te vragen om ook voor lagere inkomens woningen te financieren. Het ministerie van ROM organiseerde van 5 tot en met 8 september een workshop om het bewustzijn over klimaatverandering en zeespiegelstijging in Suriname te vergroten. Suriname is kwetsbaar voor klimaatverandering en zeespiegelstijging vanwege verschillende factoren, waaronder afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en fragiele ecosystemen. Klimaatverandering beïnvloedt onze gebouwen en infrastructuur. Enkele woningen in de gebieden Livorno, Wintiwaai en aan de Indira Gandhiweg zijn maandag door hevige regens en rukwinden beschadigd. Voor zover bekend is er geen sprake van persoonlijke letsels. Van de getroffen woningen zijn de daken van enkele gedeeltelijk en bij andere geheel weggewaaid. 2,5 week eerder troffen rukwinden het land ook. Volgens kolonel Sneegaard, coördinator van het NCCR, lijkt het erop dat de rukwinden vaker komen tijdens de droge tijd.